Stadsvernieuwing met knuppel. Kunstenaar Joep van Lieshout heeft plannen voor een zogenaamde art hub in het Merwede Vierhavengebied. Een artistieke en inspirerende plek van maar liefst 60.000 vierkante meter. Nou, dit is een villa uit 1920 die blijft bestaan. Deze silo blijft bestaan. Alle andere dingen die je ziet hier gaan we opnieuw bouwen. En het is een atelier, het zijn opslagruimtes, het is een tentoonstellingsruimte, een museum, een woontoren, hotel, restaurant, retail, een park, een sculpturentuin enzovoort. We kunnen hem ook zo maken, dat is meteen het hoogste gebouw van Rotterdam. Dat vind ik eigenlijk leuk. Of we kunnen hem natuurlijk ook zo maken, dan is het gewoon echt het grootste gebouw van Nederland en Duitsland gecombineerd. En hoe hoog is die dan? Ja, meer dan 200 meter. Als ik nou gewoon echt Lego over mijn kano had gehad, was ik gewoon een brave burger geworden. En nu ben je die kunstenaar die projectontwikkelaar is geworden? Ja, ik vind het niet lekker klinken als je dat zegt. Maar nee. Zo voel ik het niet. Ik ben gewoon kunstenaar die een nieuw avontuur aangaat. Ja, het gaat me niet om het geld, het gaat me om de mogelijkheden en dat wat je kan creëren. Dus hier komen allemaal zonnepanelen op, overal, misschien aan de gevels ook. We willen ook met de warmtepompen werken, misschien warmte uit compost. Eigenlijk het liefste zou ik willen hebben dat deze hele gebouw zelfvoorzienend is. Met zijn eigen energievoorziening enzovoort. Dat lijkt me echt fantastisch. Goed, en de gemeente wil ook graag dat hier, dat stuk loopt helemaal door, als 160 hectare, loopt helemaal door tot Schiedam. Dat daar zeg maar een leuke uitbreiding wordt van de stad. En niet dat het gewoon weer volgeplemd wordt met panden van 7 verdiepingen hoog die je overal ziet. Blijft die gekte van jou, blijft die wel terugkomen in dit plan? Ja, zeker wel, want er staan allerlei beelden omheen. Bijzondere gebruiksvoorwerpen. Dit is dus een hotel met 6 kamers in de vorm van 2 parende kraanvogels. Er staan allemaal uitdagende beelden. In het hotel komen natuurlijk ook overal beelden te staan, in het restaurant. Dus het wordt eigenlijk een soort... Ja, dat is eigenlijk een soort museum die 24 uur per dag open is, waar je gewoon kan binnenlopen, waar je een kroketje kan bestellen en kunst kan kijken. Dus eigenlijk wil ik een soort machine genereren. Dus het hele pand maakt al de bijzondere dingen waar je normaal gesproken subsidie voor moet vragen, mogelijk. Dus eigenlijk is het daar, met financieel wil het ook zelfstandig zijn en zelfvoorzienend zijn, net als met de energie. Ja, ik vind het belangrijk dat Rotterdam ook iconische gebouwen krijgt. Daarom heb ik ook een iconisch gebouw dat heel herkenbaar is. En dat is belangrijk, zeg maar. De Euromast heeft dat, de Rotterdam, het gebouw van Koolhaas heeft dat, de Markthal heeft dat. En daar strijd ik ook voor. Allemaal hebben ze ook een bijnaam. Wat wordt de bijnaam van jouw iconisch gebouw? De Woonknots, zou ik hem noemen.